De oude Calixtuskerk. De oorsprong van de oude Calixtuskerk in Groenlo stamt al uit de 8e eeuw. Toen werd het gebied waarin Groenlo ligt gekerstend en bouwde men er waarschijnlijk een kerkje. Al vroeg in de 11e eeuw werd het de hoofdkerk van de wijde omgeving. Enkele eeuwen daarna werd de oude Calixtuskerk opnieuw in tufsteen opgetrokken en verrijkt met een toren. Eind 15e eeuw is het geheel in gotische stijl verbouwd en uitgebreid tot de kerk zoals deze er nu uitziet. In het koor is nog te zien waar in de middeleeuwen een opening zat. Door deze opening konden melaatsen en anderen met een besmettelijke ziekte toch de heilige mis volgen. Groenlo wordt al sinds de middeleeuwen Grol genoemd. Het was een sterke vesting gelegen in het kwartier van Zutphen. Groenlo is meerdere keren belegerd en veroverd en daarmee wisselde ook de geloofsbelijdenis. Begin 17e eeuw hebben de Spanjaarden Grol in handen. Totdat Frederik Hendrik in 1627 besluit de stad terug te heroveren, met behulp van het staatse leger van wel 25.000 man. Na 30 dagen vechten blazen de Spaanse bezetters de aftocht. En na deze overwinning gaat de oude Calixtuskerk over naar de reformatie. Door die reformatie is het interieur van de kerk nogal veranderd. Maar er zijn toch nog wel zaken bewaard gebleven van voor de reformatie. Zo is er het Romaanse doopvont. Dat is het oudste stuk in de kerk en gemaakt rond 1200. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere kraagstenen die opvallen vanwege de soms wel zeer bijzondere afbeeldingen. Ook middeleeuws is de muurschildering met daarop de drie apostelen Johannes, Jacobus en Filippus. De ongeveer 60 grafzerken in de kerk zijn van het latere periode. De oudste zerk, waarvan de datum bekend is, dateert uit het jaar 1596. De doodshoofden buiten de kerk hebben een middeleeuwse boodschap. In de middeleeuwen was memento mori, gedenk te sterven, het levensmotto. De dood lag altijd op de loer vanwege ziekten, oorlogen, hongersnood en andere gevaren. Men moest eraan herinnerd worden dat je tijdens je vaak korte leven op aarde geen zonden moest begaan. Alleen dan staan de poorten van de hemel voor je open. Tegenwoordig vormt de oude Calixtuskerk het toneel voor de multimedia show De Slag om Grollo. En eens in de paar jaar komen honderden acteurs naar Groenlo om de veldslag uit 1627 na te spelen. De acteurs laten het interieur nu met rust, zodat je dat het hele jaar door kunt bewonderen.